is te hoog. Oh. Lekker slapen. Kijk, een eigen slaapmuts. Heel mooi. Ik had nog helemaal niet laten zien hoe dichtbij geparkeerd stonden hier bij de Efteling. Kijk, daar is de ingang. En daarachter zie je ons blauwe autootje al. Daar. Nog nooit zo dichtbij geparkeerd. Zo, we hebben het eindelijk gevonden, hè? Eindelijk gevonden. Even, maar daar is het. Het ziet er hier wel echt heel erg leuk uit. Dit is nummer 537. We moeten aan de overkant zijn. Ja, we moeten aan de overkant zijn. Ik hoor Sin al met haar commentaar. Nou, daar zijn de buren. Oh, een mooie put voor de deur. Ja. Er is geen tekort aan vers water. Het is wel vies water. Nee, het is geen vies water. Het is heel schoon water. Jawel. In een put. In een put heb je het schoonste water wat er is. Nu kan ik het lekker opdrinken. En daar is het. Kom maar, Jay. Nummer 529. Ja, we zijn daar. Hey, slaap lekker. En eerste indruk. Wauw. Gaaf, hè? Mooi. Ik vind het heel mooi hier. Ja, mooi. Cool. Nou, Leefje is helemaal uitgeteld. Ja. Was in de auto in slaap gevallen. Kijk, zo. Keukentje. Een oven. Ja, helemaal goed. Kijk, bosrijpe zorgservice. Ik doe een jacht even. Dit zouden we ook wel vers ontbijt. Ja. Dat kan we ook wel proberen. En overal klaar staan. Lekker slapen. Kijk, een eigen slaapmuts. Heel mooi. Nou, even een hol. Wat zit er allemaal in? Wat zit erin? Je hebt wel een wc-papa. Oh, toch wel? Nou, dat is wel handig. Voor, ja. Mij, voor mij boven ook. We hebben. Wat hebben we allemaal? Thee. Keetje. Wauw. Koffie. Ja. Dan kunnen we. Nespresso hebben ze hier, hè? Ja, ja. Suiker. Ja. Oh. En creamer. Kan nou, zo. Dat is het. Ik kan ik wauw. Waar zijn we nu? Je zit de draak. Zit de draak hier ergens? Ja, en... Oh, nou, Joyce die gaat nog even de rugtas halen. En de draak slaat, dus we moeten stil zijn. Oh. En hij wil ook niet dat we... Wat vind je van het huisje? Mooi. Mooi. Waar gaan we nu naartoe? Langzaam. Naar Pollen. Daar. Ja? Daar. Achter die bomen daar. Ja. Daar staat de draak ergens. Echt? Hey Leefie, waar zitten we nu in? Leefie, waar gaan we nu naartoe? Papa. Kijk naar mij, waar gaan we nu naartoe? Naar Pardoes. Gaan naar Pardoes? Wie heb jij daar? Ja? Twee hey, zitten ervoor. En zometeen gaan we vanzelf daarheen. Wat heb je daar? Pardoesje. Oh, die is lief. Heb je lekker geslapen? Ja?
Goed zo. Zo, symbolica nu net gehad. En dan is het nu tijd voor pannenkoeken bij. Waar gaan we pannenkoeken eten? Bij? Zeg maar bij Pollen. Oh, Levi gaat weer terug. Levi wil geen pannenkoeken. We gaan dus pannenkoeken eten bij Pollen. Oh, lekker. Zo zin in. Het was de vorige keer heel lekker. We hebben echt heel veel zin in nu. Eten is een pannenkoek. Wat? Zo, laten we dat in de herhaling gaan kijken. Moet ik Davy laat gewoon nog wat staan. Dat kan niet, Davy. Davy! Ik heb geen ruimte. We moeten wel naar het ziekenhuis. Gaan we met jullie auto? Ja, is goed. Nee! Ja. Niet goed hoor. Is dat een vlog? Nee. Alleen in de Efteling. Een heks. Ga je toveren? Oh jee. Oh jee. Zometeen komt de draak eruit. Zometeen komt de draak eruit. Wat heb je gedaan? Wat heb je gedaan, Jay? Oeh. Oeh. Nou, de spreuk. Lekker gegeten, Joyce? Zeker! Ja, het is heel lekker eten. Nu gaan we om het eten te laten zakken naar Villa Volta. Dat leek ons wel een goed idee. Ja. Een draaiende kamer en zo. Kun je weer opnieuw beginnen? Heb je wel met plek voor pardon? Nee, precies. Nou, weer even nog een kleine pitstop hier voor Levi. Gaat-ie. Kon hij zich daarnet niet bedenken natuurlijk. Dit huis, dit vervloekte huis, het is een hel gelijk. Die ene vervloekte avond in de Belgische Kempen. De zon stond laag en we zochten bedden voor de nacht, maar van dorpen was geen spoor. Daar gaan we, Levi. Thank you.
daar is Max en Moritz. Yeah. Daar gaan we nu in. Zin in? Ja! Yeah. Cool. Vond je het leuk? Ja. Dat was goed, hè? Ja. Dat was goed, hè? Levi, wat vond jij ervan? Leuk. Levi, vond je hem leuk? Hij is een beetje. Oh. Levi, vond je hem leuk? Ja. Hij is helemaal. Ja. Kijk dan. Dat is heel cool. Zo, Max en Moritz was dus een groot succes, zoals jullie hoorden. En nu gaan we hier zo meteen naar Aquanura kijken. De vorige keer dat we het zagen was het echt nog heel licht. En nu is het al wat donkerder. Dus als het goed is, gaan we het nu allemaal heel mooi meekrijgen. Zo, hier achter mij hebben ze het ook heel leuk gehad. Hey, maar ik denk dat ze straks wel moe zijn, want het is nu al ruim 2 uur naar hun bedtijd. Dus die gaan straks slapen, dat wil je niet weten. En morgen weer een volle dag. Dus, en overmorgen. En die dag daarna. Papa, dus het wordt heel leuk. Ja? Dit is het stinkerige moeras van Joris en de draak. Oh, is dat het stinkerige moeras? Van de draak. Oh, hoe komt hij zo stinkerig dan? Heeft de draak scheetjes gelaten? Nee, omdat dat water stinkt. Oh. En de draak had zo stinker. Oh, oké. Nou, je hoort het. We hebben een tip gehad voor de beste plek om Aquanura te kijken. En dat zou daar achter zijn, op die vlonde. Aan de kant van de Fata Morgana. Dat zou het mooiste zijn. Een mooi plaatje zo, hoor. Net Aquanura gezien. Ja. En wat ik wil zeggen. Ik vond het mooi. Ja, jij vond het mooi. Wat ik wil zeggen. Ik ga waarschijnlijk heel veel Disney fans over me heen krijgen. Maar ik vind hem beter dan World of Color. Dus sorry Disney fans. Ik hou van Disney. Maar World of Color is echt minder goed dan wat ze hier doen. Dus wij gaan nu snel naar het huisje toe. We zien jullie daar weer. De eerste dag zit erop. Dat was een leuke dag, hè? Ja. Dat is echt top. Heel gezellig gehad. Kapot. Ik ben ook kapot. Maar morgen staat er weer een flinke dag voor de boeg. Mm-hmm. Dus we gaan nu snel slapen. Mijn wekker staat op 6:30. Ik ga morgen nog even wat beelden schieten hier van het park. Als het nog rustig en droog is. Ik hoop dat we morgen een beetje droog gaan. Of nog wat hoger gaan houden dan vandaag. Maar...
vrees ik een beetje voor. Morgenmiddag gaan we in ieder geval zwemmen. Hier. En gaan we morgenochtend naar Pardoes. Dus het wordt hartstikke leuk. Dus wat rusten mensen. Wat rusten. Mooie mensen, hè? Dat is echt leuk. Die krijg je dus als je hier slaapt. Dus wij gaan heerlijk slapen. Dag, Klaas Haak.